Floating Farm is een drijvend melkveebedrijf in de haven van Rotterdam, waar we eigenlijk een concept proberen te ontwikkelen om voedsel weer dicht bij de consument te brengen en de koeien te voeren met producten uit de stad en op die manier onze kringloop eigenlijk met de stad weer rond te krijgen. Floating Farm is in Rotterdam is ontwikkeld in Nederland omdat hier de kennis en expertise aanwezig is en in Rotterdam hebben we natuurlijk een hele belangrijke haven. Uiteindelijk het concept, het idee erachter is denk ik als exportproduct interessant voor de rest van de wereld. We staan nu eigenlijk bovenop het dek waar de koeien staan. Hier hebben we 40 lichtboxen, op het moment 32 koeien. Beneden hebben we de melkverwerking, de mestverwerking ook, wordt het voer voorbereid. Het gaat vervolgens met de transportbanden achter mij omhoog en komt hier in de voergoot terecht. En daar is een bezoekerscentrum waar we de mensen kunnen ontvangen en de producten kunnen verkopen. We hebben in feite een 0 plus 4 plus 0 stal, waarbij ik niet met mechanisatie eigenlijk rondom de voergang kan. Vandaar ook de keuze voor de voerbanden. Rondom helemaal voerrek, omdat dat esthetisch ook verantwoord is. 40 lichtboxen. Hele flexibele lichtboxen zijn het uit Ierland. En daardoor kan de koe gewoon gaan liggen zoals ze dat zelf wil. Ze zijn heel erg open. Ja, dat geeft gewoon veel vrijheid voor de koe. En dat vind ik het belangrijkste. Dierenwelzijn is daarmee ook weer een stukje verbeterd. Boxstrooisel is diep strooisel. Op dit moment zit er gemalen stro in. En dat zijn we langzaamaan aan het vervangen door gescheiden mest. En uiteindelijk moet dat geel gescheiden mest gaan worden. Ze lopen dus op een dichte rubbervloer en die wordt schoongehouden door de Lely Collector. Een mestopzuigrobot is het eigenlijk. Die loost het eigenlijk op één hoek van de stal. Vervolgens gaat het in een grote trechter naar beneden waar het direct in de mestscheider valt. Die mestscheider scheidt het mest direct in een dunne en een dikke fractie. Die dikke fractie valt vanuit de mestscheider in een instrooibak. Die ik met de shovel weer omhoog kan brengen en direct dagvers kan instrooien. Dus ik heb elke dag weer een nieuw laagje gescheiden mest erin. Die dunne fractie valt in een IBC. Er zit een dompelpomp in en die pompen op dit moment nog naar een container die op de kade staat, een mestcontainer. Uiteindelijk willen we dat ook gaan verwerken tot schoon water, wat we zouden kunnen lozen of wat we als proceswater op de boerderij kunnen gebruiken. En een mineralenconcentraat wat we in flesjes als plantenvoeding zouden kunnen verkopen. En op die manier zit er ook een verdienmodel achter die mestverwerking. We beginnen nu nog met hooi en een beetje krachtvoer. En uiteindelijk willen we dat langzaam over laten gaan naar hooi met producten als bierborstel erbij. Aardappelschaapsel, tarwezemelen, groente, ja, bijproducten van groentesnijderijen. Bijvoorbeeld groentewasserijen zijn we mee bezig. We hebben hier tarwezemelen liggen. Allemaal van dat soort producten. Vers gras vanuit de Kuip, dat komt hier straks naartoe. Wordt nog een uitdaging om te gaan voeren, maar het idee is hartstikke leuk. En als dat lukt, dan hebben we ook voor dat soort restbromen ineens een goede bestemming. Er lopen hier nu 32 bijna allemaal zuivere MRI-koeien. We hebben gekozen voor MRI omdat het, je kunt zien, een heel mooi rustig ras is. Met de bezoekers die we hier krijgen vind ik dat erg belangrijk. Ook een koe die, laten we zeggen, eerst voor zichzelf zorgt en dan voor de boer zorgt. Dus ze blijven er altijd mooi uitzien. Ze tonen goed voor het publiek wat hier geen verstand heeft van koeien, over het algemeen. De koeien komen bij een boer vandaan, het is uit één koppel. Omdat de overgang dusdanig groot was dat ik echt wilde dat de koeien wel uit één koppel kwamen om zo min mogelijk ziekte in sleep te hebben. En die koeien als koppel in ieder geval bij elkaar te kunnen houden. De koeien gaan wel naar buiten, maar ik noem het geen weidegang. Daar zou ik denk ik de collega's tekort mee doen. We hebben een uitloopweidje. Voor de meeste mensen hier in Rotterdam is dat ruim voldoende, want de koeien lopen in groen gras. Nou ja, dat is eigenlijk alles wat ze willen zien. Daar krijg ik ook wat huisvesting voor de kalfjes. Tot 3 maanden blijven die kalfjes hier op deze locatie. Vervolgens gaan ze naar een jongveeopfokker toe en komen ze als drachtige pink weer terug. Ja, als ik in de stal loop, dan kijken letterlijk mensen over mijn schouder mee hoe ik tussen de koeien loop. De meeste mensen zijn ontzettend positief. Ik vind het erg leuk om zo van dichtbij een keer een boerderij te zien, zo ja, dichtbij hun eigen huis. We krijgen ook wel eens wat meer kritische reacties. Dat zijn vaak de mensen die ook echt op de kade blijven en vooral niet hier komen kijken hoe dan de koeien erbij liggen. De koeien lopen hier op het moment van opnemen 3 weken en 3 dagen. Ze doen het eigenlijk hartstikke goed, ze zijn ontzettend rustig. Ik moet zeggen dat de melkproductie toch wel wat harder onderuit gegaan is dan ik had verwacht door de overgang naar een nieuwe stal, naar een nieuwe omgeving, nieuw melksysteem ook, nieuwe boer. Ja, daar proberen we in de komende tijd weer wat bij te krijgen. Maar dat zal misschien nog wel een jaar kosten voordat dat weer helemaal terug is.
uiteindelijk hoop ik dat we naar een 23 tot 25 liter per koe per dag kunnen gaan. De toekomst van Floating Farm, in ieder geval in Nederland, de komende maanden zullen we nogal bezig zijn met fine-tunen, met verbeteren. En tegelijk zijn we nu ook al bezig met wat zouden we nog meer erbij kunnen doen. De drijvende zonnepanelen hebben we hier naast de boerderij liggen bijvoorbeeld. Hoe gaan we de energie daarvan opslaan en hier op de boerderij neerzetten. En uiteindelijk is de stip op de horizon om hier een concept neer te zetten wat helemaal los kan functioneren van de kust.